tevreden met de compositie, Henk? Ja. Goh, André, dankjewel. Doeg, hè? Jongens, dat is toch wat, of niet? Hè? Presentatie van De Hogeveener. Ja, en ook nog 5 jaar bestaan. Dus we hebben vandaag toch een mijlpaal. Ja. Ik zou zeggen, want ik ben ooit begonnen. In de stoel achteruit. Nieuwsgierigheid. In bij die tegendrok. Ik heb Jordan als donder van een 1-2 site. En de laatste reportage die ik maakte was een vrouw die stond bij een schutting. Die was uit Duitsland gegaan omdat er een schutting benaald was. En ik had er naartoe. Ik had zo'n pieper. En op een gegeven moment naar alle romstond er me toe. Ik denk, ja Henk, is dit nou wat je wilt? Ik heb zo de batterij, nu de pieper gehaald. En ik ben ermee de kapt. Maar ja, ik maak al 35 jaar foto's, ook wat hobby aan gang. En ja, dan denk ik van, ja, het bloed kruipt toch niet wel gewoon kant. Lauw een soort positiefs doen. Ja, voor precies. Voor de mensen net mij lacht. En ik ben nog 5 jaar bezig en ik heb al bijna 1 miljoen bezoekers gehad. Kijk, maar geen 1 miljoen op de bank nog? Nou, dat zegt mij niks. Geloof, dat zegt mij niks. Maar het is toch wel mooi dat... Het volk zit van binnen en dat is niet meer geld te betalen. Daar rij je weer gelieken. Heb je dat ook zo? Ik ben het helemaal met Henk eens. Ja, geluk zit van binnen en dat is niet meer geld te betalen. Dat is een waar woord, klopt. En dat is hoe motivatie was om die website te bouwen? Nou, de motivatie om deze website te bouwen is eigenlijk een beetje tweeërlei. Enerzijds omdat ik het geweldig vind wat Henk doet. Dat hij voor de Hogevenen en in de regio eromheen, dat hij... dat hij zoveel nieuws online plaatst. Hij wordt ook veel bekeken, die website, dehogevenen.nl. Dus ja, dat vind ik altijd leuk om daar aan mee te werken. En weet je wat zo mooi is, René? Nou. Hoe langer ik roel op praat, hoe platter het wordt. Dus ik gewoon nog in deur. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Dat is voor mij een beetje wennen natuurlijk. Dat is voor mij weer een poosje lenen dat ik hier voor de camera gezeten heb. Voordat ik bij Koopman op pad was. Dus, maar ja, de tweede reden dat was natuurlijk Miva. Miva die is al jaren bezig met de Elim-site. Daar ben ik zelf natuurlijk ook zeker in het verleden heel actief bij betrokken geweest. Ben je er fan van? Van de Elim-site, absoluut. Ja? Ja, ik vind het echt een mooie website. En ik vind het ook fantastisch wat Miva voor dat op dat, absoluut. Kijk, ja. Dat mag ook wel eens gezegd worden, hè? Ja, nou ja, ik ben zo eigenlijk niet groter bracht. Miva die heeft altijd gezegd van, joh, wij holden onszelf een beetje op de achtergrond. We doen het voor dorp. Maar ik ben het wel met u eens. Het mag voor Miva ook wel eens een keer gezegd worden dat hij het fantastisch doet. Samen met zijn team natuurlijk. Hè. En dan Van Dijk, niet te vergeten, Leroy Engels. En dan Henk, die er ook aan meewerkt. Henk, doet hij dat ook? Ja. Wij hebben het nu van plan om ook dingen samen te gaan doen. Ja, dat is eigenlijk uit een vriendschap ontstaan. Dat, Peter Boy, ben ik eigenlijk met stom toeval... Ten Klief aan de lopen, zegt ze dan spreekwoordelijk. En ja, daar is echt een hele goede vriendschap met ons zoon. En dat we ook gezegd hebben, jongens, we zien nou wat meer dingen samen doet. Want vaker zoals de Hogeveense Krant besteedt dan wel aan Hogeveen, Zuidwolde. Maar Nederlanden, Elim, met vaak van die helaas... Die ligt gewoon aan de andere kant van de sloot. De sloot is te breed. Ja, om daarover in te springen, heb ze de sloot te breed. En ik vind dat ten onrechte. En... Wij moeten allemaal, de gemeente Hogeveen is de moeder met 10 kinderen er aan toe. En de gemeente moet dat gebied ook eens beter benutten, ook voor leuke dingen. Nou, gezegd en nu de mond van Henk. Maar Henk, ik kijk naar een website. Hoe ben je toegekomen aan het bouwen van die website? Ja, dat is ook een verhaal op zichzelf. Ik heb alles links en rechts rond gekeken en dan denk ik van ja, ik wil toch eens een andere website. En die staat onblind op hetgene wat hij zelf maakt. Wat mankeerde aan die website? Want je hebt René gevraagd, René, help mee met bouwen van die website. Wat mankeerde aan die oude website? Nou, ik vond het juist, en dat is het. Ik, grafisch ben ik niet echt heel goed, maar Peter daarentegen en René wel. Dus de techniek, dat kan ik doen, dat zit hem in mijn haaltjes, maar niet in de kop. Wat mijn ogen ziet, maakt mijn naam, zeg ze wel eens. Ja, ik heb ook 2 kinderen. Ja, nou. Maar in ieder geval, ik heb toch de vreugde van alleen die techniek er al achter. En als je dan een fotografie hebt
En, je kunt, en ik mag, maak als ook straks al zeggen in het interview 35 jaar al wat foto's. En hij dan nu leuke foto's nog met een verhaal die erbij nog eens op een site neer kan zetten. Waar iedereen dan zegt, dat is leuk. En ik ben 4 dagen uit de lucht geweest door omstandigheden. En ik dan berichtjes kreeg. En dat doet mij hartstikke goed. Hmm. Dat mensen zegt, wat ben je? En hij er dan weer bent. Heet er weer niks op staan? Wat mooi, ja. En dan krijg je dan die berichtjes. Ja, maar dat doe je toch veel, Henk? Ja, maar daar groei ik van. Ik bedoel, ik ben niet zo gauw dat ik op de, in dat opzicht zeggen van, nou, dat is heel gewoon. Maar ik heb het helemaal alleen gedaan. Sinds een laatste tijd heb ik een paar fotografen die zegt, ik vind het wel leuk. Ik heb Trine die reportages maakt voor de tamboer. Nou, ik heb Peter er nou... hebben we elkaar er eigenlijk zelf bij betrokken. Door ook dit wat we hier nou doen, Koopman op pad. Nou ja, dan is dat hartstikke leuk. Ben je mij ook erkentelijk voor, hè, Henk? Ja, maar dat is vanzelfsprekendheid. Dat leuke ding moet je ook met elkaar delen. Maar hoe heb je dat in die website opgepakt? Hoe heb je dat gedaan? Hoe bedoel je, Rolf? Hoe heb je die website, hoe heb je die gebouwd? Dat hij zei van, nou, hier met die website. Als je die aanklikt, dan bedien ik alles. René, hoe heb je dat dan gepakt? Nou ja, we hebben in bekeken hoe Henk zijn structuur natuurlijk al in elkaar had zitten. Die structuur die hebben wij grotendeels hebben die overgenomen. Ja, en we hebben in overleg met elkaar hebben ook gekeken van jongens, wat kan er beter, wat kan er anders? Ja, en zo hebben we eigenlijk stapsgewijs die hele website hebben we dus eigenlijk opgebouwd. Dus eigenlijk het oude met vernieuwingen tot het resultaat wat het nu op dit moment geworden is. En ik klik dat aan. En ik wil het nee zien. Wat zie ik dan? Nou, je ziet nu de voorpagina. Ik weet niet of het op de camera misschien ook op het grotere scherm te volgen is. Als ik naar beneden scroll, dan zie je dus... Nou, hier zie je dus, heeft Henk dus een artikel online geplaatst. Ja. Over historische kringen. Schilderijenexpositie van Roelof Koops in het kringhuis van de historische kring Hogeveen. Nou, en als ik dus verder naar beneden scroll, dan zie je dus de overige artikelen iets van HZVV, de geschiedenis van Elum. Nou, en ga zo maar door. Alle nieuwtjes staat keurig. Hij zet er wel mooi uit. Rustig. Je kunt rustig lezen, hè, denk ik. Ja, en dan wil ik hem al halen. Nou, we zijn toch met bezig punt. Ga eens weer in de boom toe, René. Hij wil even wat... Ja, deze. Links. Koopman op pad, daar reed staan. Ja. Mooi man. Weet ik niet aanklik? Ben er weer blij met? Ja, zeker. Ik heb er zelfs alle afleveringen in staan. Op jaartal en op maand, zolang als we met Koopman op pad staan. Dankjewel namens Koopman op pad. Ja, dat is vanzelfsprekend, Rolf. Ja. Is mooi, jongen. Als je ermee bezig bent en je hebt een gezamenlijke hobby zoals wij hier dan zitten. Dan moet je iets bij elkaar houden en als je het op YouTube neerzet, dan verspreid je het en je ziet er nooit wat van weer. Nee, dat is zo. Maar nou dat redactionele, doet hij dat nou allemaal of dat Henk dat zelf? Het redactionele, dat Henk zelf. Hij heb ook wel eens artikelen over van Miva en dan heeft Miva even te schreeuwen. Nou, en dat is ook het mooie. Henk heeft een leuk netwerk aan mensen nummer mee die hem begeleidt en helpt bij het schrijven van de artikeltjes. En Henk die schrijft zelf ook volop artikeltjes. Ja. En nou is de website die is... open, die is weer in de log nou? Ja, de website is nu vorige week in de log gegaan. Maar ik heb ook gezegd, het zou wel leuk weten om daar iets mee te doen. En het officieel te doen vanmiddag, wanneer we ook bij Aalders ICT zit. Dat lijkt me voor de sponsor ook het allerleukste. Ja, natuurlijk. Ik zie hem niet, Glim. Ja, zeker. Ik ben er heel trots op. Ik vind het prachtig dat Henk dit uit. Geweldig. Heel mooi, Henk. Dankjewel, René. Maar ik dacht dat we maar eens aan de taart moesten begonnen, Rolf. Jongens, kom maar op pad. Oost er niks, maar altijd wel wat. Gezellig, hè? Wij maken een heleboel te filmpjes. Overal in de gemeente Hogeveen. En wat het maar leuk is. Heb je suggesties of mooie ideeën? Schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u dan op onze filmpjes. Koopman op pad. Een wekelijkse rubriek met altijd een beetje muziek.